Hoi Roosmarijn, mijn naam is John en ik bezoek al een jaar Best Kept Secret. Ik merk dat er steeds meer randzaken worden toegevoegd aan Best Kept Secret, zoals de Tokyo Hill. Zelf vind ik het leuker als de focus 100% op de muziek blijft. Wat is in de toekomst jullie strategie betreft randprogrammering? John, die gaat ervan uit dat Tokyo Hill terug is. Dat weet ik niet. Is die terug? Ja, dat zegt hij. Ja? Is dat zo? Ja, hij gaat ervan uit. Ja. Is dat terecht? Ik denk dat hij maar eens even moet gaan kijken dan op 8 juni. Dus die komt niet terug? Denk ik niet, nee. Zijn vraag is natuurlijk, heeft dit dan te maken met het feit dat jullie nu weer gaan zeggen van oké, we gaan toch af van die randzaak of komt er misschien wel weer iets voor in de plaats? Nee, Best Kept Secret is nooit van de randzaken geweest. Echt nooit. Dat is altijd het festival geweest waar je heen moet als je in een intieme omgeving de tofste band zal zien met je vrienden.